Goedemiddag allemaal. Doet mij deugd dat ik een bestuurslid kan introduceren. Zojuist geworden. Dankjewel. Dankjewel. Nou, belooft die titel wat voor... Eigenlijk wel. Eigenlijk had ik eerst dit praatje moeten geven en dan pas... De volgorde is prima. Ja. Want het is namelijk heel toepasselijk. De titel van het praatje is... Kom voor de hersenspoeling. Hele lange pauze. En help in de digitale spoelkeuken. En dat lijkt me ook prima. Sir Björn, zet hem op. Dankjewel, Koen. Nou, allereerst dankjewel voor jullie komst allemaal. En ook dank aan de programmacommissie voor het selecteren van mijn presentatie. Mijn naam is dus Björn Weijers. Ik ben freelancer onder naam bureaubjörn.nl. En ik werk als webdeveloper, maar ook als, ik noem het maar open consultant. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Dat wil zeggen, ik hou me bezig met open source software. Ik hou me bezig met Creative Commons, auteursrecht. Maar de grote gemene deler is toch altijd wel openheid en technologie. En de maatschappelijke kant daarvan. Dat heeft eigenlijk altijd mijn interesse gehad. En daar ga ik jullie vandaag ook wat meer over vertellen. Naast mijn werkzaamheden voor Bureau Björn ben ik ook betrokken bij Creative Commons Nederland. Daar ben ik de verantwoordelijke voor. En bij de vereniging Open Nederland. En nu dus bij de NLUUG. Er zijn veel verenigingen die behoefte hebben aan bestuursleden. Dus alsjeblieft laat me niet nog een vereniging hier gaan helpen. Volgend jaar wil ik er niet nog eentje bij hebben. Dat wordt te veel. Nou, ik ben al enige jaren lid van de NLUUG. In 2016 heb ik hier, of eigenlijk in Bunnik, ook een presentatie mogen geven. Dat ging toen de tijd over WordPress. Maar vandaag sta ik hier als Chief Community van Public Spaces. Ik ga eerst even een klein beetje vertellen wat mijn rol daar is. En dan vertel ik je ook nog even wat meer over Public Spaces. In de rol die ik daar heb als Chief Community... onderhoud ik een contact met de partners van Public Spaces. Dat zijn allerlei publieke organisaties die een stap willen maken met hun technologie. Die merken dat het schuurt met hoe het nu gaat. Daar ga ik straks even wat meer in detail op in. Naast die partners onthoud ik ook contact met organisaties zoals de NLUG, CEDO, de Coalitie Eerlijker Digitaal Onderwijs. En alle andere organisaties die er in Nederland zijn die zich bezighouden met technologie en maatschappij. Voor ik verder ga, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Het woord Public Spaces, de organisatie, wie heeft ervan gehoord? Nou mooi, dan kan ik een heel goed verhaal houden. Want er zijn twee mensen die erover hebben gehoord, dus jullie, de rest hebben het allemaal niet gehoord. Dat is heel goed. Puntje van aandacht trouwens, als je iets wilt zeggen, vragen of opmerkingen hebt, dan schrijf ik even de hand aan dat je wilt zeggen. Ik vind het altijd heel fijn als het een interactieve sessie wordt, of niet? Public Spaces, dat is een stichting en een coalitie van verschillende organisaties. Dat zijn organisaties uit het onderwijs, zorg, publieke omroepen, culturele instellingen, erfgoedinstellingen, festivals, bibliotheken. Het is eigenlijk sectoroverstijgend en het hele maatschappelijke veld. Dat zijn partners zoals de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid, Wagen Future Lab, Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Amsterdam... De NPO, SURF, Kennisnet, Vilans, DEN, echt te veel eigenlijk om allemaal op te noemen. Onder die paraplu van Public Spaces werken ze allemaal samen aan een gemeenschappelijk probleem. Daar willen ze een oplossing voor hebben, namelijk dat ze voor hun communicatie, informatie en contact voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van Big Tech en hun platformen. En dat schuurt. We zijn een hele kleine, maar ambitieuze organisatie. We bestaan uit vijf part-time medewerkers als kern. En daarnaast hebben we een bestuur van zeven personen. En daar zitten mensen in zoals bijvoorbeeld Marleen Stikker, die jullie misschien wel kennen. Of Geert-Jan Boogaerts, de hoofddigitaal van de VPRO. Voor de andere mensen kun je even op onze website kijken. Dit vind ik zelf een heel bijzonder momentje. Want ik liet jullie net al even zien, we hebben vijf mensen die part-time ermee bezig zijn. En vorig jaar, je ziet hier 14 november, was er een motie van Koekoek en Katman, dat is van de politieke partijen Volt en PvdA,
om de regering op te roepen om te onderzoeken of ze de missie van Public Spaces kunnen gaan ondersteunen met alle departementen. Nou, dat vond ik persoonlijk wel echt eventjes van, ho, we zijn wel echt serieus bezig en dit heeft ook wel flinke consequenties. Dat was ik wel zelf even van onder de indruk en dat blijft ook maar een beetje bij me hangen. Ik heb even geprobeerd die partners samen bij elkaar te zetten. En dan zie je ook wat andere partijen erbij staan die ons goed gezind zijn. Bijvoorbeeld een Greenhost, een Good Cloud. Dat zijn sponsors. Je ziet een heleboel partners van ons terugkomen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld OCNW die ons heeft ondersteund. Dus dit is eigenlijk ons hele netwerk wat je hier tezamen ziet. Als je kijkt waarom deze partners en al dit hele netwerk met ons wil samenwerken, dat heeft ermee te maken dat we een probleem hebben met de big tech organisaties die vooral gedreven worden door commerciële belangen en die niet uitgaan van publieke waarden. En bij publieke waarden moet je denken aan privacy, autonomie, transparantie, openheid. Het feit dat die organisaties te maken hebben met big tech die waarden eigenlijk niet ondersteunt, dat schuurt dus. Dat wil trouwens niet zeggen dat commerciële organisaties niet hetzelfde gevoel kunnen hebben met big tech. Maar public spaces die op maatschappelijke organisaties. En daarin onderscheiden wij ons ook van heel veel andere organisaties die op dit vakgebied bezig zijn. Als ik het even in corporate speak moet zeggen, dan zijn wij een business-to-business organisatie. Wij spreken andere publieke organisaties aan op hun maatschappelijke taak en proberen hun te helpen bij een transitie te maken naar een digitaal ecosysteem gebaseerd op die publieke waarden, ten doelstelling ook van hun maatschappelijke taak. Alle organisaties die zich hebben aangesloten bij Public Spaces onderschrijven het Public Spaces Manifest. Nou, ik ga hier niet een manifest voordragen, dat lijkt me niet heel zinnig. Maar ik ga jullie wel eventjes vijf kernwaarden ga ik even hier benoemen, die in het manifest ook zijn benoemd op deze manier. We hebben verantwoordelijkheid, dat de gebruikers verifieerbaar zijn, dat de herkomst van content bijvoorbeeld achterhalen is, de best mogelijke bescherming van die gebruiker en haar content. De gebruiker centraal, nou, inmiddels ben ik zelf niet zo gelukkig met die term, ik vind meer mens centraal, ik vind het woord gebruiker niet zo heel fijn in deze context. Waarbij we privacy als design als basisprincipe hanteren en het vermijden van dark patterns. Transparantie, dat technologie volledig inzichtelijk en toetsbaar is. Nou, dan kom je al heel gauw op open source uit. Openheid wordt ook nog even genoemd. Zit je ook richting de open source kant. We hebben natuurlijk ook wat utopische visies daarover. Dat hoort in een manifest. Dat je volledig onafhankelijk van overheden of commerciële of andere politieke krachten fungeert. Nou ja, ik denk niet dat het ooit haalbaar is, maar het is een mooi streven. Soeverein, het feit dat mensen geen producten zijn en dat ze zelfbeschikkingsrecht hebben, vinden wij heel erg belangrijk. Je ziet ook een aantal waarden die hier ontbreken. Het woordje privacy, ik noemde het net al even, zie je hier niet in terug. Dat zien wij deels verweven in deze waarden. Maar er zijn ook waarden waarvan we denken die eigenlijk er nog bij zouden moeten komen. Denk aan diversiteit en inclusie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen? En dat is niet alleen op ras of geslacht of op leeftijd, maar bijvoorbeeld ook economische status. Stel je voor, je hebt een bepaalde app nodig om ergens binnen te komen. Als die alleen maar draait op de laatste telefoons, of überhaupt op een telefoon, daarmee kun je ook mensen uitsluiten. Daarnaast zijn er ook waarden die wat lastiger soms te grijpen zijn wat betreft digitalisering. Dan hebben we bijvoorbeeld over de ecologische duurzaamheid. De bekendste voorbeelden, die kennen jullie wel van datacenters bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn datacenters nu ook steeds meer mee bezig. Dat ze roepen van ja, maar we zijn heel duurzaam en we gebruiken de warmte en noem maar op. Ook dat soort waarden zien wij die moeten eigenlijk meegenomen worden bij die maatschappelijke taak. Want we zitten tenslotte in een klimaatcrisis. Dit soort waarden worden door heel veel organisaties gedreven. Worden door heel veel organisaties gebruikt. Soms zijn de definities anders, soms zijn de woorden net anders. Wij zijn bezig om met een aantal organisaties een soort waardewoordenboek op te stellen. Van hoe kunnen we nou al die maatschappelijke organisaties die eigenlijk hetzelfde zeggen, maar misschien net een beetje een andere invalshoek gebruiken of een ander woordgebruik aan elkaar koppelen. Zodat we precies weten waar we het met elkaar over hebben. Nou, dat is een heel mooi traject. Dat zijn we gestart om te kijken dat we het bij elkaar kunnen brengen. Om ook wat helderheid te krijgen.
Nou, leuk zo'n manifest en al die abstracte waarden. Maar hoe breng je dat nou in de praktijk? Ik neem even een slokje water. Dat doe je door bewustzijn te vergroten, die transitie te faciliteren en te onderzoeken en te ontwikkelen. Ik ga nog heel even terug naar die transitie. Er zijn heel veel organisaties die willen graag veranderen, maar weten niet zo goed hoe en weten ook niet zo goed waar ze moeten beginnen. Dat is denk ik heel belangrijk om in je hoofd te houden als je kijkt naar de partners van Public Spaces. Sommige organisaties zijn al best wel ver, die snappen al best wel goed van hoe kan ik zo'n waarde als openheid of transparantie in de praktijk brengen. En anderen die beginnen eigenlijk net pas in te zien van, hé, wij moeten hier iets mee. Dat maakt in elk geval wat mij betreft mijn werk ook heel erg interessant. Omdat iedereen zit op een andere, in een andere fase op dat traject. Voordat ze überhaupt op het traject komen, moeten ze weten dat er een probleem is. Dus je moet dat bewustzijn moeten we vergroten. Op het moment dat we deze drie pijlers bij elkaar zetten, dan kun je onze projecten kun je daar zeg maar in onderverdelen. De dingen die wij de afgelopen tijd hebben gedaan. En dan ga ik even wat praktische voorbeelden van laten zien. Een van de projecten waar Public Spaces bij betrokken is, is PubHubs. Als jullie het programma hebben gezien, dan weten jullie dat Harm daar ook nog het een en ander over gaat vertellen. Dus ik hou het even heel kort wat betreft PubHubs. Het is een afkorting voor Public Hubs. Het is een onderzoek opgezet door de hoogleraar José van Dijk en Bart Jacobs. En zij zijn op zoek naar een veilige en vertrouwde online omgeving. Hoe kun je dat creëren en hoe kun je dat samen met publieke organisaties en hun eindgebruikers besturen? Harm gaat daar vast nog veel meer over vertellen. Dus dat hou ik even voor PubHubs hou ik het even bij dit stukje. Een ander project waar we bezig zijn geweest, dat zit meer in de culturele sector. Dat is samen met Beeld en Geluid, de NPO, Waag. En zijn we een soort living lab zijn we gestart. Een living lab is een beetje een hippe term, maar wat we daarmee bedoelen is, we maken prototypes en we proberen op de basis van die prototypes te onderzoeken welke stappen we kunnen gaan nemen. In dit geval gaat het over hoe kun je ervoor zorgen dat er dat bestaande organisaties een groter bereik krijgen en een beter bereik krijgen met hun culturele producties. Dat kan heel mooi, kan ik daar een voorbeeld van geven. Tijdens die corona-lockdowns had je op een gegeven moment dat je niet meer naar concerten kon bijvoorbeeld. Er werden toch concerten georganiseerd, die werden gefilmd en kon je thuis genieten van een concertje. Nou, daarmee ontdekten veel van die culturele organisaties dat hun bereik eigenlijk veel groter was. Dat ze ook nieuwe doelgroepen konden aanspreken. Maar ze wilden dat nu combineren eigenlijk ook met de gangbare fysieke concerten. Dus daar zit een soort onderzoek naar. Hoe kun je die evenementendata bijvoorbeeld met elkaar delen? Hoe kan ik dat ik in Nederland nog steeds niet één grote evenementenkalender heb waarbij je alle concerten, alle theatervoorstellingen, noem het maar op, terug kan vinden? Waarom kun je die opnames daarvan niet terugvinden in archieven? Of waarom kan ik het niet via NPO Start bijvoorbeeld kijken of iets dergelijks? Nou, daar is dit project voor opgezet. In oktober hebben we een hackathon hierover gehad met onze partners. En de uitkomsten daarvan zijn onder andere, het zijn er veel te veel om allemaal op te noemen, maar deze twee vond ik wel even belangrijk voor dit publiek. Een PeerTube plugin. Ik weet niet, zijn er mensen die hier PeerTube niet kennen? Dan ga ik namelijk even uitleggen. Oké. PeerTube is een softwarepakket waarmee je video beschikbaar kan stellen in een federatieve manier. Dat wil zeggen dat je verschillende servers met elkaar kan laten praten en dat je ook je video met elkaar kan delen tussen die verschillende servers. In die zin is het een gedecentraliseerde YouTube-variant. Dat kennen nog niet zo heel veel culturele organisaties. Terwijl wij denken dat dat bijvoorbeeld in het kader van video heel erg belangrijk is. Dat je dat met elkaar kan delen. Verder hebben we dus een aantal plugins voor bekende open source systemen. Zoals WordPress en Drupal ontwikkeld. Waarmee je evenementdata kan delen. Als je meer wil weten over dat project. Dan heb je hier een QR-code en een link. Als het goed is, stemmen die met elkaar over. Als het niet zo is, niet verder gaan. Dat is altijd belangrijk bij QR-codes. Het mooiste vond ik bij deze hackathon is dat er heel veel mensen waren die eigenlijk helemaal niet zo technisch actief zijn. Maar dat ze nadat ze de hackathon hadden gedaan, een veel beter begrip hadden van hoe kunnen we nou de techniek gebruiken om datgene wat we willen doen, het culturele bereik,
beter toegankelijk maken van onze producties, middels publieke waarde te gaan doen. Dus niet meer via YouTube, niet meer via, wat hadden we nog meer, Facebook-groepen, al dat soort zaken. Maar dat mensen echt begonnen te snappen van, dat bedoelen jullie met open. En, zo kunnen we dat inzetten. En, dat kan ons echt een heel nieuwe doelgroep bijvoorbeeld helpen aanspreken. Dat was heel, heel positief. Een nieuwe doelgroep trouwens die ik wel even wil noemen, zijn de twee die ik heel erg interessant vind, die vaak worden vergeten in dit soort contexten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een tijdelijke of voor langere tijd een beperking hebben. Dus heel concreet, ik ken mensen die hebben long covid. Nou, die willen liever niet eventjes nu in een zaal als deze zijn. Maar die willen ook nog wel een soort van sociaal leven hebben. Dus die kunnen op die manier daar toch aan meedoen. Je hebt het daar over oudere mensen bijvoorbeeld die slechte been zijn. Die graag altijd naar concert gingen of naar theatervoorstellingen. Lastig. Die kunnen dan hier ook van gebruik maken. Dus ook die culturele organisaties ontdekten en denken van, hey, die mensen heb je ook nog. Dus dat was, vond ik, ook een heel mooie uitkomst van die hackathon. Een totaal ander project is LibreCast. Dat is een project dat mede mogelijk is gemaakt door de European Cultural Foundation. Dit zit meer op een onderzoekstraject. Wat we hier hebben gedaan is, we hebben allerlei use cases van allerlei Europese projecten bij elkaar gebracht op basis van interviews. En met het doel om mensen te inspireren of om van te leren. En dan gaat het over projecten zoals een organisatie uit Frankrijk, Framasoft. Die zijn heel erg veel bezig op het gebied van gedecentraliseerde software. Software waarmee je makkelijk verschillende servers met elkaar kan laten praten. Waardoor je dus bijvoorbeeld zo'n decentrale YouTube kan opzetten of een decentrale meetup. Op deze manier kun je dus allerlei verschillende nodes als het ware opzetten vanuit je eigen community en dat weer delen met andere communities. Dus vanuit de NLUG zouden we bijvoorbeeld nu kunnen streamen via PeerTube en dat weer delen met bijvoorbeeld beeld en geluid, om maar eens iets te noemen. Een ander heel interessant project wat we ook in deze context zijn tegengekomen is Bonfire. Dat is een social media, ja, ik vind het een beetje lastig om te schrijven, want het is best wel een mond vol. Maar waar het op neerkomt is, als je sociale media platformen wil maken en je wil daar een soort maatwerk in aanbrengen, dan bieden zij allerlei componenten om daarmee je eigen sociale media platform op te zetten. En dat is ook wederom decentraal. Dat is een beetje het thema. Nou, het eindresultaat van deze case studies, het zijn er in elk geval meer dan 12 volgens mij, dat kun je ook terugvinden via deze link achter mij. December vorig jaar hebben we de eerste Mastodonnedag georganiseerd. Koen was daar onder andere ook bij betrokken. Dat was in De Waag in Amsterdam. En dit was in de tijd dat in de media er veel reuring was over het feit dat Elon Musk Twitter had overgenomen. Nou, voor sommige mensen is dat een enorme shock. Voor andere mensen was het zoiets van, Twitter. Huh? In dit geval waren er best wel veel organisaties die ermee zaten van, ja, wij gebruiken Twitter voor ons bereik. Wat gaat dit nu betekenen? Hoe hou ik nou contact met mijn doelgroep? Waar haal ik mijn nieuws vandaan? Heel veel onzekerheid. En wij waren op dat moment al langere tijd bezig met Fediverse. Gefederaliseerde applicaties, zoals een Mastodon. En hebben dus op die bijeenkomst Mastodon-beheerders, hosters en organisaties bij elkaar gebracht. Het was een openbare bijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd was, was welkom. En op deze manier konden we op een hele informele, laagdrempelige manier eigenlijk twee soorten werelden bij elkaar brengen. De mensen die voorop lopen, de voorlopers qua technologie die het leuk vinden om ermee te pielen. En de mensen die zoiets hebben van, ja, ik moet er misschien iets mee, maar ik vind het ook wel spannend. En dat was heel leuk om die twee bij elkaar te brengen. Zij konden heel duidelijk uitleggen van, ja, maar je kan het best een keer proberen en doe het dan in een kleine setting. En je ziet dat echt hele mooie wisselwerking ontstaan. Wat natuurlijk een beetje de olifant in de kamer was, was dat het Mastodonnedag heet. Maar in wezen gaat het over het Fediverse. Daar ga ik nog heel even kort wat even over zeggen, want ik zie wat mensen mij vragend aankijken. Fediverse, wat is dat? Fediverse was, zoals ik het zou omschrijven, zijn applicaties decentraal die met elkaar communiceren via internet en met name via het protocol ActivityPub. Dus eventjes de grove definitie die ik daaraan hanteer. Eigenlijk gaan we daarmee weer terug naar een beetje de basis van het internet. Dat je verschillende applicaties hebt, dat je niet
walled gardens hebt. Hè, dus dat je alleen maar bij, kom bij Meta, maar praat vooral niet met de rest van de wereld. Of gebruik je je WhatsApp, maar je kan niet praten met iemand met Signal. Deze applicaties en de mensen die hierbij betrokken zijn, willen juist dat je met elkaar kan connecten. En dat vinden wij als public spaces ook heel erg belangrijk. Want het zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van die hele grote platformen. En dat je het ook kan toespitsen op je maatschappelijke taak. Om even een voorbeeld te geven. In de zorg, als jij een community hebt voor bijvoorbeeld kankerpatiënten, dan zou je het wel zo willen inrichten dat het daadwerkelijk toepasselijk is alleen maar voor kankerpatiënten. En dat er niet een stelletje trollen gaan lopen klieren, zeg maar. Daar moet je over nadenken van hoe ga je dat besturen, hoe ga je dat inrichten. Als je dat met een applicatie bij Facebook wil gaan doen, dan heb jij daar niks te melden. Als daar de moderatietools toevallig goed genoeg voor zijn, heel fijn. Als ze daar niet voor voldoen, ja, dan heb je gewoon pech. Naast dat je niet weet wat Facebook met die data allemaal gaat uitspoken. Dus dat geeft al die organisaties met dit soort applicaties de mogelijkheid om zelf weer een stukje controle terug te krijgen. Ik denk dat dit plaatje het gros van de mensen waarschijnlijk wel kent. Wie kent dit plaatje niet? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Oh, wauw, nog best veel. Oké. Dit is een plaatje uit 1993. Dat is een beetje, nou, ik wou zeggen, voor mij in elk geval begin van het internet. Ik geloof dat ik toen net 14 was of zo. En dit is het hele idee van, je kan op internet zijn wie je wil zijn. He, dat was vroeger altijd het mooie. Als jij heel veel kennis had van Unix, maar eigenlijk was je een puisterige 14-jarige, dan nog werd je geaccepteerd op basis van je kennis. De andere kant kennen we ook, en dat is desinformatie. Informatie die verspreid wordt, waarbij je denkt van ja, dit klopt niet, maar andere mensen geloven het bijvoorbeeld weer wel. Het Proof of Provenance project, waar we aan verbonden zijn, is een project met NPO, Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, WAAG, VPRO, Stichting Privacy by Design en de Radboud Universiteit Nijmegen. En de gemeenschappelijke deler in dit geval is dat de zorg over authenticiteit van een artikel bijvoorbeeld. En dan gaat het dus niet over de inhoud, dat moet ik altijd heel duidelijk maken, het gaat dus niet over dat de inhoud klopt, maar dat het klopt dat Björn dat artikel heeft geschreven. Dus dat je mij echt kan verbinden aan dat ene artikel. Ik denk dat voor de meeste mensen, de key signings die we hier ooit nog wel hebben gehad zelfs, daar doet het enigszins aan denken. Je hebt een soort web of trust waarmee het werkt. Wat zeg je? Ah, kijk, in het najaar doen we weer een key signing party hier. Dus het geeft een vertrouwensband weer. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Dit is een eerste prototype. Er is een Firefox extensie die je kan installeren. En je kan op een pagina bij de VPRO kun je hem ook gewoon testen. Dan kun je het gewoon gebruiken. Als je daar meer over wil weten, weer de QR-code. Dan jaarlijks organiseren we een conferentie. Vorig jaar was vrijwel de hele conferentie ook online te zien. Daar heeft mijn collega Toon echt een heel tof artikel over geschreven. Oh, ik ga hier even terug. Hier zie je de link ervan. Moet je bij deze QR-code zijn. We hebben die hele conferentie op basis van open source infrastructuur opgezet. Ga je gaan. Nee, volgens mij met. Mijn collega Toon heeft nog wel eens een typo. Dus ik denk dat dit met is namelijk. Dus ga er maar even vanuit. Ik heb hem niet zelf ingetypt namelijk. Ik heb hem gewoon letterlijk uit mijn browser geknipt en geplakt. Maar het is wel heel goed dat je het even zegt, want ik ga hem toch wel even wijzigen hierna. En de verwijzing aanmaken. Hij heeft daar een heel mooi stuk over geschreven, over onze vorige conferentie, van hoe kun je nou met open source infrastructuur een conferentie opzetten. En dan heb je het over streamen van video, archiveren van video, in contact blijven met elkaar. Hoe koppel je dat allemaal tezamen? Daar zijn onze applicaties zoals de PeerTube, wat ik al noemde, Matrix, een protocol om beveiligd te kunnen chatten. En nog wat andere dingetjes, maar dat kun je daar vinden. Voor dit jaar zijn we nu heel druk bezig samen met WAAG Future Lab om het programma voor dit jaar samen te stellen. Het is 27 en 28 juni in Amsterdam. En er zijn sprekers zoals Margaret Mitchell. Dat is iemand van het Google, van voorheen het Google AI Ethics Team.
Want er is geen ethics team meer bij Google. Dat geeft alweer genoeg aan. Bij Microsoft volgens mij inmiddels ook niet meer. Dus dat zegt eigenlijk wel iets. Is blijkbaar niet meer nodig, nee. Het is klaar. Dan hebben we ook nog Eli Parisier. Veel mensen kennen die denk ik van een boek, De Filterbubbel. Die komt er ook spreken. En nog veel meer mensen van binnen en buitenland. Algemene centrale thema is van hoe bestand is democratie tegen big tech? En hoe kunnen we een eerlijkere markt met alternatievere software en ethische infrastructuur opzetten? Er zullen workshops zijn, sprekers, en ik hoop jullie daar ook in elk geval te mogen zien. Dan, ik ben even heel snel, zo snel mogelijk door het hele verhaal van Public Spaces en alle projecten die we zo al doen. Maar jullie kwamen voor de hersenspoeling. Dus ik hoop dat je al een klein beetje je hersens zijn gespoeld. Maar deze was onder voorbehoud. Ik kan jullie er al wat meer over vertellen, maar ik kan nog niet heel veel laten zien. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer, maar toch wil ik jullie wat meer erover gaan vertellen. We hebben gemerkt, ik kom ook weer even terug op die drie pijlers, met die bewustwording, dat als binnen organisaties er een heel groot verschil kan zijn tussen de kennis over wat wij als problemen zien met Big Tech en hoe die verdeeld is binnen zo'n organisatie. Dus het kan zijn dat er mensen zijn die daar al alles vanaf weten, en mensen die bij wijze van spreken nog helemaal niks vanaf weten. En wij willen juist die mensen die al de kar trekken binnen zo'n organisatie verder ondersteunen en ook die organisatie robuuster maken. Want als maar één iemand binnen jouw organisatie dit onderwerp draagt, ja, als die persoon een nieuwe baan vindt, dan houdt het al gauw op. Bij de hersenspoeling willen we een project, of eigenlijk is een methodiek die we voor ogen hebben om die mensen daarbij te helpen. En dat bestaat uit eerst een korte introductie. Wat zien we als probleem met Big Tech met al een aantal voorbeelden? En daarna heel toegespitst een workshop voor hun eigen organisatie. En binnen die workshop hebben we een gespreksleider die als expert ook kan fungeren. En een aantal collega's die bij elkaar worden gezet. En wat wij nu voor ogen hebben, is wat we veel merken, is dat er vaak een discrepantie ligt tussen de techneuten, sales en marketing. Om maar even zo grof te zeggen. Dus die rollen zullen ook terugkomen in de workshop. Dan kan het zijn dat je als techneut de rol van bestuurder krijgt en vice versa. Gewoon puur ook om het perspectief van de ander te ervaren. Wat betekent dat nou als je die verantwoordelijkheid hebt als techneut of die verantwoordelijkheid als bestuurder? Dan krijg je de vraag om een software tool die je op dat moment binnen je organisatie gebruikt, in gedachten te nemen. Dus dat kan allerlei software tools zijn, maar het belangrijke is dat de doelgroep van jouw organisatie er niet omheen kan. Dus ben je een gemeente, dan gaat het om de software waar de burger direct mee te maken heeft. Dan gaat het dus niet om Microsoft Office waar jij een briefje intikt. Om even een voorbeeld aan te geven. Als ik dan kijk naar hoe we dat... Zo, inderdaad. Als ik dan kijk naar een voorbeeld daarvoor. Stel, je bent een publieke organisatie. En als kernwaarde heb je privacy en autonomie. Dat is de kern van jouw organisatie. Het is heel erg belangrijk. Dat is de use case die de expert, de gespreksleider, voor je neerlegt. Je wordt dan een rol toebedeeld. Dus jullie zijn nu even de techneuten wat dat betreft. Lekker makkelijk, denk ik. De organisatie maakt gebruik van Google Analytics. Jullie zijn het daar niet mee eens. Jullie hebben daar bezwaren tegen. Maar sales en marketing ziet die bezwaren niet. Wat we dan gaan doen is op basis van een aantal kaartjes die je gewoon omdraait. En dat zijn willekeurige kaartjes. Je weet van tevoren niet wat je... krijg je associatieve vragen en statements. Die zijn bewust vaag en multi-interpretabel opgezet. Vergen geen kennis vooraf, maar proberen je vooral te prikkelen en proberen het gesprek op gang te brengen tussen die verschillende rollen. Dat zijn vragen zoals, heb je dit echt nodig om je doel te behalen? Nou, dan komt vaak de eerste vraag, wat is het doel dan? Ja, dan begin je het gesprek al te initiëren. Hoe kom je er vanaf? Dat is bijvoorbeeld ook zo'n vraag. Veel organisaties die schaffen software aan zonder een exit-strategie. Maar kan ik natuurlijk hun gaan uitleggen wat een exit-strategie is of hoe ze daarover na moeten denken. Maar op deze manier proberen we daar spelenderwijs ze daarachter te laten komen wat dat betekent. Wat doe je met de resultaten? Ik ben me af en toe rot geschrokken van hoeveel organisaties software inzetten en er eigenlijk niks mee doen.
Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar software inkopen voor best wel veel geld. En dan wordt de software wordt in productie gebracht. Het wordt geactiveerd. Er komen resultaten uit en die gaan in een la. En niemand kijkt ernaar. En soms in de ergste gevallen hebben ze ook nog een bureau wat precies hetzelfde werk doet en nog een keer dubbel voor wordt betaald. Nou, ik was echt stom verbaasd af en toe. Misschien is dat mijn naïviteit, dat kan. Maar door dit soort vragen te stellen, proberen we mensen met elkaar in gesprek te brengen. En proberen we een waardig gesprek op gang te brengen binnen die organisatie. En dat is denk ik het belangrijkste. Laten zien dat je als organisatie een missie hebt, is hartstikke leuk. Maar breng die missie dan ook in alles tot uiting. En dat is waar wij mee bezig zijn. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie alles in jouw organisatie waar je werkt een waardig gesprek heeft gehad. En dat mag je zo breed interpreteren als je wil. Als je dat hebt gehad, zou je dan je hand op willen steken? Kijk, een waardig gesprek. Dus hoe verhouden de waarden van jouw organisatie zich tot hetgene wat je aan het doen bent? Dus ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Stel je bent een organisatie die privacy hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd gebruik je Google Analytics, WhatsApp je lekker met je collega's. Dan zitten er misschien wat haken en ogen waar je over na moet denken. Misschien kun jij aangeven wat bij jou wat je mee hebt gemaakt in jouw organisatie met zo'n waardegesprek. Ik ga het even herhalen voor de stream, want ik heb hier een microfoon liggen, maar die had ik nog niet gegeven. Je geeft aan van je werkt bij Koen en bij elk stuk software wat jullie willen inzetten, wordt eerst nagedacht van wat betekent dit nou, welke organisatie halen we wel of niet naar binnen en hoe verhoudt zich dat tot onze waarden. Heb ik het zo goed? Dankjewel. Zijn er mensen hier die willen aangeven? Dank je. Zijn er mensen hier die nu zoiets hebben van zo'n waardegesprek? Nou, dat zou mijn organisatie wel kunnen helpen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kun je dat aangeven met je hand? Ik denk dat dit wel misschien zin heeft. Er komt dadelijk ook nog een heeft geen zin. Oké. Jij zit helemaal achteraan, dus ja, dat wordt lastig zo misschien, maar misschien kun je dat dadelijk nog eventjes toelichten als je tijd hebt. Ik kijk jou even aan omdat je met de stream ook bezig bent. Voor de mensen die nu denken van ja, zo'n waardegesprek, wat moet ik ermee? Zitten die hier ook? Daar ben ik ook benieuwd naar. Of is de rest allemaal in slaap gevallen? Dat mag ook. Maar ja, je zegt net streamen. Oké, fair enough. Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag en een goede opmerking. Dat is misschien wel eventjes een dingetje. Ik kijk even het huidige bestuur aan. Ja, in dit soort situaties zou Chatham House Rules inderdaad een betere zijn. Ik vind het een hele goede opmerking, maar dit om even een voorbeeld even te maken, dan ga ik weer verder. Dit is in wezen al een waardig gesprek wat we nu hebben. En ik denk dat voor heel veel organisaties belangrijk is. Ga je gang. Omdat we bedacht hebben dat we open source tenzij doen, hebben we dus iedere dag wel zo'n waardig gesprek. Er komt iedere dag wel iets langs waarbij een klant van ons zegt, nou, we willen dit gebruiken. En dan zeggen we, ja, willen we dat wel? En dan wordt het op een gegeven moment een beetje vervelend. Maar het fijne is dat als je zegt, we doen alles open,
Dan kan het dus ook allemaal. Dus onze organisatie is het tegenovergestelde. Als er iets dicht moet, dan gaan bij ons alle alarmbellen af. Want we willen alles transparant doen. Dus dat is misschien wel leuk om het contrast te laten zien. Ja, dankjewel. En nog een ander ding is, ik denk dat het gestreamd wordt. Ik denk niet dat het gestreamd wordt, maar dat het geregistreerd wordt. Nee, het wordt uit één zaal gestreamd, zaal 2. Ja. Wel. Ja. Okay. Maar voor beide geldt inderdaad de vraag van... Ja, maar als het niet gestreamd wordt, maar alleen geregistreerd, dan kun je tussen registratie en publicatie nog wat doen. Ik begrijp dat deze ook gestreamd is. Ja. Maar ik vind het in elk geval heel fijn dat je dit even aanknoopt. Want dat is iets waar we als NLUG denk ik iets mee moeten gaan doen. Maar überhaupt, dit is een goed voorbeeld van zo'n waardegesprek. Dankjewel. Ik wou zeggen, be careful what you wish for, maar... Jullie hebben een beetje een beeld gekregen van de hersenspoeling. Dat is nog een concept. Wat we wel al in werking hebben, dat heet de digitale spoelkeuken. We zijn een beetje van de gekke namen. De digitale spoelkeuken is de basisgedachte, hè, dus dat die non-profits, de overheid gefinancierde, zoals wij noemen missiegedreven maatschappelijke publieke organisaties, dat die worden geconfronteerd de hele tijd met dat schuren tussen maatschappelijke taken, waardes en de commerciële belangen van big tech platformen, die daar niet altijd mee overeenstemmen. Veel van de software tools en diensten die dat soort organisaties moeten gebruiken om hun kantoorfunctie bijvoorbeeld uit te voeren, die schuren daar ook mee. En dus kom je eigenlijk al heel gauw op de vraag, maar hoe kom je dan erachter en hoe kun je bepalen in welke mate een software tool of dienst overeenstemt met jouw waarde? Nou, dat was precies dezelfde vraag die de mensen binnen de VPRO hadden, binnen een team van Geert-Jan Bogaerts. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat de waarde die we als VPRO hebben ook terugkomt in de tools en diensten die we gebruiken? Ze zijn toen aan de gang gegaan met een vragenlijst, hebben heel veel gesprekken met elkaar gevoerd. Daar kwam een eerste vragenlijst uit die je kan gebruiken als een soort checklist voor jezelf, als een self-assessment. Je hebt een tool, je hebt een software-applicatie en je beantwoordt die vragen en dan komt daar een score uit. Op basis van die score, hè, dan heb je, ik noem maar wat, 80% behaald, dan weet je, nou, die tool zit wel aardig in de lijn met de waarden die wij belangrijk vinden, of er komt 10% uit, nou, dat is totaal niet in lijn met onze waarden. Dat is onderverdeeld, je hebt een totaalscore en je hebt het per kernwaarde. Dus je kan ook als organisatie zeggen, hartstikke leuk, die transparantie is voor ons niet van toepassing, bij ons is soevereiniteit van belang of de mens centraal is van belang. Dus dan kun je ook bij zo'n toetsing nog steeds zeggen van, als het maar goed scoort op die kernwaarde, die andere vinden we misschien even wat minder belangrijk. Dus het is ook nog contextueel. Daar is een eerste versie hier, hebben we daarvan gemaakt. Dus het, en hebben we nu 17 organisaties hebben deze vragenlijst gebruikt. Er zijn 43 tools daarmee getoetst. En wat we daarmee mee doen is, die toetsingen maken we ook weer openbaar. Dus je hebt een soort drietrapsraket. Je hebt de vragenlijst voor de organisatie om in te vullen. Je hebt een website waarop je de resultaten publiceert. En dat heeft als bijkomend effect, en dat vind ik wel bijzonder aan deze aanpak, is dat je hangt deels de vuile was buiten, maar daarmee zorg je er ook voor dat makers van software hier op de hoogte worden gesteld. Je zorgt ervoor dat partners die niet noodzakelijkerwijs of andere organisaties die hier niet aan meedoen aan zo'n spoelkeuken, ook duidelijk wordt gemaakt dat ze daar niet aan meedoen. Dus dat zegt ook iets over hun transparantie bijvoorbeeld. Dus je prikkelt ook het maatschappelijke veld daarmee. En eventueel kan het ook veel breder nog gaan. Hè? Dus als je in één keer een organisatie zou bijvoorbeeld alleen maar tools neerzetten die heel goed scoren, dan zou je ook een soort bit bleaching effect kunnen krijgen. Maar doordat het openbaar is, krijg je er wel vragen over. Hoe kan het dat jouw organisatie helemaal open is? Nou, en als die helemaal open is, zoals Koen net aangeeft, dan heb je een goed verhaal om te vertellen. Dan kun je elkaar ook helpen. Andersom ook. En dat is tegelijkertijd ook een beetje de zwakte soms van deze methodiek. Als je als organisatie nog niet helemaal zeker van je zaak bent, of er speelt intern het een en ander, dan is het best een stap om de vuile was buiten te gaan hangen. Naast die website hebben we ook een badge. Die badge die geeft aan dat je meedoet aan die digitale spoelkeuken. Die kun je op je website zetten. Als anderen daarop klikken, kom je naar die resultatenpagina en zie je wat je aan toetsingen hebt gedaan. Dat kun je ook nog uitbreiden door bijvoorbeeld, ik noem wat, de hoeveelheid inspanning die je levert om iets terug te leveren aan de open source community, zou je bijvoorbeeld daar ook in kunnen opnemen. Allemaal zaken die met die maatschappelijke relevantie te maken hebben.
Hier zie je trouwens zo'n score. Dit is van de KB. En wat ik nu heb gedaan hier is, ik heb jullie alleen even de score van de organisatie laten zien. En dat is puur op basis van de software die ze zelf hebben getoetst. Nou is de KB een beetje flauw, want die hebben twee toetsingen gedaan van eigen software en één van een externe partij, Adobe Experience, even uit mijn hoofd. Maar er zijn ook partijen die hebben inmiddels al 10 of 12 tools getoetst. En het leuke is, als jouw organisatie dezelfde tool bijvoorbeeld nog een keer toetst, dan kun je ook zien hoe de interpretatie is. Hoe gaat de ene met openheid over en met de andere? Idealiter gaat dat helemaal gelijk op. En zou je het uiteindelijk ook als een soort benchmark kunnen gebruiken. Dus je in het eind kan zeggen, de MailChimp is door 15 partijen getoetst. En allemaal zeggen ze, qua openheid is het ja, niet je van het. Dan heb je ook een soort zekerheid die je daarvan die je kan uit deze toetsingsresultaten kan halen. Dit is die badge waar ik het even over had. Dit is bij de VPRO. En wat je hier ziet is dat je hebt een soort rondje wat hier normaal gesproken staat. En we hebben er al op geklikt. En dan ga je hier naar de spoelkeuken. Je geeft hier heel duidelijk aan wat je als organisatie ermee doet. We zijn nu bezig, of in de afrondende fase van versie 2 van deze vragenlijst. Wat we hebben gemerkt met de eerste die vanuit de VPRO is gekomen, is dat die te multi-interpretabel was, te veel voorkennis vereiste en de score en weging te impliciet waren. Dat zijn even de grote heikele punten die we hebben opgelost. In de nieuwe vragenlijst is die veel concreter geworden. Het is veel meer een En aan de ene kant is dat goed, aan de andere kant minder goed. Een afvinklijst geworden, waarbij heel duidelijk wordt gevraagd, niet van, is je software open source? Want ik heb het afgelopen tijd best vaak moeten uitleggen dat als je HTML view source kan doen, dat dat niet open source is. Maar echt duidelijk gemaakt van, is jouw de software gelicenseerd onder een OSI licentie? Zie deze licenties. En dat mensen echt kunnen uitpikken van, nou, het is deze licentie. En dan is het echt open source zoals wij de definitie hanteren. Ook als het niet open source is, hebben we ook een vraag. Dan hebben we een vraag over van, is het mogelijk dat die na verloop van tijd, dat je bepaalde rechten toch krijgt? Er zijn nu bepaalde licenties in omloop, die met een soort tijdslot werken, waarna het na verloop van tijd bijvoorbeeld open source wordt. En je hebt nog een andere variant, escrow. Dat proberen we op zo'n manier te verwoorden, dat we niet het woord escrow bijvoorbeeld hoeven te gebruiken. Want dat vergt weer enige kennis. En dan moet je wel heel diep op de materie inzitten. Nou, hetzelfde gaat bijvoorbeeld over vragen over waar zit de softwareleverancier, welke wetgeving is van toepassing. Al dit soort vragen die je bij wijze van spreken kan afvinken. Elke vraag geeft aan hoeveel punten die waard is. En per kernwaarde kun je een maximaal aantal punten behalen. Elke kernwaarde heeft hetzelfde aantal maximale punten, zodat die zijn op die manier aan elkaar gewogen. Dus het kan niet zo zijn dat als openheid maar 2 vragen heeft en transparantie heeft de 10, dat daar een verschil zit in die puntenscore. Dat hadden we voorheen wel. Dat hebben we ontwikkeld helemaal in het open via GitLab. We gebruiken GitLab als versiebeheer. De vragenlijst maken we met LibreOffice in een spreadsheet, want dat kan iedereen, een spreadsheet. Dat klinkt een beetje lullig om dat zo te zeggen, maar mijn initiële idee was om met JSON en Markdown te gaan werken. Not a good idea. We gebruiken een FODS bestandsformaat, dat LibreOffice is eigenlijk gezipt. En dit is het ongezipte variant, zodat je kan diffen eventueel. XML diffen is niet heel erg leuk, maar het kan in elk geval. Voor discussies maken we gebruik van Discourse op ons forum. En ik wil jullie sowieso allemaal uitnodigen om ook daar lid van te worden. En ook met ons daar in gesprek te gaan. Ik kijk even of ik zo alles heb gehaald, want ik zie dat mijn tijd bijna voorbij is. De laatste versie van de vragenlijst kun je hier bekijken via deze QR-code. En dan ga ik deze gauw even doorskippen. Wat ik jullie verder nog wil vragen is, wij zijn heel erg op zoek naar partijen die conform publieke waarden software aanleveren. Software bouwen, software hosten. We willen graag ons netwerk zo groot mogelijk maken met allemaal aanbieders, bij voorkeur binnen Europa, die zich bezighouden met het ethisch aanbieden van software. Zodat we ook alle publieke organisaties eraan kunnen koppelen. Daarnaast, werk je bij een maatschappelijke organisatie, ben je nog geen lid, neem vooral contact met ons op.
werk je bij een commerciële organisatie met het hart op de juiste plaats. We zijn bezig met een ambi-status, dan wordt fiscaal sponsoren nog iets interessanter. Maar we zijn dus ook op zoek naar sponsors. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie komst. Dankjewel. Ik denk dat deze... Oh, dankjewel. Dat is goed. Zijn er nog vragen? Opmerkingen? We hebben nog 2 minuten. Mocht je dat, stelt je ook helemaal vrij om het nadat het streamen voorbij is, maar even aan te spreken op de gang. Dank jullie wel.